Nou, vandaag is eventbranche te gast op de 10e editie van DNB Rosé. Het prijswinnende relatie-evenement van DNB Event Marketing. En vandaag is een bijzondere dag, want het is niet alleen de 10e editie. Ook wordt hun boek live gelanceerd en zijn er diverse workshops van diverse cases, waaronder de Gouden Giraf Event Awards. Dus ik neem jullie vandaag een dagje mee. We hebben een appeltje met iemand te schillen. Dus ik ga even kijken of ik die persoon kan vinden. Even kijken of die er is. Hey! Ja, Maarten Schram van jongen, IDEA. Jongen. Ja, flik je me nou? Ja, flik je me nou? Eventbranche, wat flikken jullie ons nou? We hebben zo'n goede relatie, we investeren zoveel tijd in elkaar. We onderstrepen samen de kracht van live. En dan gaan jullie op de dag, uitgerekend op de dag, voor ons eigen event, nee, voor twee events. Want we hebben namelijk overdag de Experience Conference, doet de koepelstijd dicht, heb je de piepen. Maar s'avonds hebben wij Event Street en de dag daarvoor, uitgerekend de dag ervoor, gaan jullie met de wereldberoemde Beachmars Barbecue zitten. Ja, flik je me nou. Ja, sorry Maarten. Nou ja, dit behoeft natuurlijk even wat uitleg. Ja, zeker. Ja, flik je me nou. Want normaal gesproken is de Beachmars Barbecue op de eerste maandag van juli. Maar dit jaar kon dat helaas niet, nee. Want er is de Volvo Ocean Race. Oh. En op de maandag, de eerste maandag van juli, dan wordt daar afgebouwd. Dus vandaar dat we de Beachmars Barbecue moesten verzetten. Ja, flik je me nou. Het perikelen van events. Ja, inderdaad. Okay. Maar goed, toen gingen we een week later en toen zagen we natuurlijk ook van ja, shit, op die dinsdag zit die Experience Conference. Ja. En Event Street. En Event Street, ook nog eens groot in Haarlem. Groot kruis in de agenda van ja, Toet. Bij mij staat hij erin. Ik ga erheen. Goed zo. Nou, voor mij de negende dag naar de ook op zich. De negende ook. Oké. Okay. Ja. Nou, Maarten, kan je iets vertellen over 10 juli? Ja. Experience Conference en Event Street. Zeker, natuurlijk. Overdag beginnen we met inhoud. De Experience Conference, de derde editie alweer. En extra leuk denk ik om te vermelden is dat Mark Miedema van Sanoma erbij is met dank aan de eventbranche. Dus wat dat betreft hebben we een soort van door-endorsed performance tijdens ons event. Hebben we toch nog wat goed gedaan? Zeker, jullie hebben iets goed gemaakt. Heel goed. En s'avonds gaan we eigenlijk gewoon rechtstreeks door in Event Street. Het event waarbij we in een hele informele en als goede zomerse setting 15 bureaus zich presenteren in de leukste plekjes van de Haarlemse horeca. Wordt heel gezellig. En waar kunnen mensen kaarten krijgen? Experienceconference.nl. En IDEA is jarig. We bestaan dit jaar 15 jaar, lang zal ze live. En daarom trakteren we ook. Dus voor opdrachtgevers de eerste 100 tickets gratis. En we zijn al halverwege, dus als je opdrachtgever bent, schrijf je dan snel in. En na een middag leuke content en goede content vooral ook, kan je gewoon rechtstreeks door in Event Street. Tickets via eventstreet.nl, kan eigenlijk niet missen. Maartje. Kortom, ga je naar Event Street of naar de Experience Conference, kom dan gewoon de dag daarvoor naar de Beachmars Barbecue om een leuk feest te vieren. Ja, natuurlijk. Want daar zijn we natuurlijk ook altijd gewoon allemaal bij. En het goede nieuws is dat je gewoon op maandagavond en maandagmiddag een hele leuke middag op het strand kan hebben. Dinsdagochtend slaap je dus uit. En daarna kom je naar Haarlem. Ja. Want in Haarlem, it happens. Kortom, het leukste bedrijfsuitje van de evenementenbranche combineren met een heel mooi congres en Event Street. Waar je, hoeveel bureaus? 15 bureaus. Waar je bij 15 bureaus een kijkje in de keuken kan nemen. Dus nou, beter kan toch niet?